De eerste voorspelling voor het huidige granenseizoen dat donderdag door de International Grains Council werd afgegeven, wijst op een stijging van de totale graanvoorraden naar het hoogste niveau in 29 jaar. Voor seizoen 2016-17 kan de wereldwijde tuiverproductie echter nog wel eens 3% dalen. Toch zijn de vooruitzichten voor de tuiveroogst gunstig en blijven voorraden aan het eind van het seizoen op recordniveaus. Niet bepaald nieuws waarvan de termijnmarkten opleven. Daar komt bij dat de vraag naar diervoeders vertraagt en dat de consumptie wat terugloopt, waardoor er meer granen overblijven dan eerder gedacht. Wat er verder uit het rapport kwam, is dat er tegen het einde van de 2016-17 voorraden nog wat spanning kan ontstaan, maar de volumes kunnen nog steeds de tweede grootste ooit zijn. Positief voor de marktwerking dus, de handel naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika neemt toe. De grote voorraden zullen echter blijven drukken op de prijzen.